Nou, niet te veel Red Bull, maar wel een beetje Fanta hier ook in. En ja, we vinden echt zoveel sigaretdoosjes. Heineken vinden we nu heel vaak, maar vroeger was er dan meer Red Bull. Maar nu is het Heineken die we meer vinden, anders dan Red Bull. Maar het is niet het is niet de mensen die het verkopen, het is de mensen die het kopen. Mm-hmm. En drinken en ja. Weggooien. Of eten. Eten. Dat moet jij ook niet doen. Nee, maar hij eet geen afval. Gelukkig maar. Precies. En ik zie ook Fanta, dus waarschijnlijk ook kinderen. Ja, meestal is het tieners en ook een sigaretdoosje. Mm-hmm. Vogels eten ballonnen en ook zeedieren eten ook ballonnen. En ook plastic tassen. Ook, die zijn ook heel erg met schildpadden. Mm-hmm. Want die denken dat is een kwal. En dus kwallen is een van hun eten. Dus ze denken dat het is een lekker kwal, maar dat is het niet. Dus het is niet goed. Daar bij het einde vinden we echt zoveel plastic. En ook bij een stukje water, dat is waar een paardenmarkt is. Daar, en als wij, daar zijn, is er overal, zo groot veel plastic, heel veel plastic. Nog een Red Bull, dat is gek. Heineken, deze is een hele grote. En een Fanta citroensmaak. Een koffie. Een hele grote Heineken. Een Red Bull, Fanta, citroensmaak en een Red Bull. Ik denk dat was alles, denk ik. En hoe denken ze op school verder daarover, dat jij zo bezig bent voor de natuur? Mijn school heeft ook een enorme bos en ook daar vinden we ook een beetje plastic. En dus sommige van mijn vrienden, soms vinden ze ook een beetje plastic en dan zeggen ze het tegen mij en dan ga ik het wel pakken en helpen. Maar één keer in school zei mijn juffer, is ook een beetje plastic en toen zei ze tegen de hele klas dat we moesten alles opruimen wat we konden vinden. Dat is goed toch?